Je kan een geweldig mooi groen vliegtuig maken. Maar als er geen vliegveld is waar hij zijn brandstof kan krijgen omdat het waterstof is, als hij niet kan landen of wat dan ook, dan gaat hij niet gebruikt worden. Dan heb je een museumstuk gemaakt. Dus je moet het hele systeem aanpakken. Wij moeten echt veel efficiënter vliegen. We willen een punt over de horizon neerzetten, als het ware. Een vlag over de horizon van jongens, wij gaan met z'n allen voor die duurzame luchtvaart. 2050, en dat is heel ambitieus, gaan we naar nul. We weten niet op dit moment hoe we er moeten komen. We weten wel waar we moeten zijn. We gaan met z'n allen uitvinden hoe we er moeten komen. Daarin gaan we ook fouten maken. Dat moeten we niet erg vinden, maar... We gaan met de meest mogelijke inzet die we kunnen hebben, proberen duurzame luchtvaart te realiseren. Je wilt het van de natuur lenen en teruggeven. Je wilt niet de ellende teruggeven, maar je wilt zwaar het materiaal teruggeven. Dus als je CO2 nu, waar we te veel van hebben, uit de natuur kan halen, daar brandstof van kan maken door de waterstof aan toe te voegen, dan heb je in feite standaard brandstof. Maar je leent twee componenten, je haalt zelfs CO2 uit de natuur. Als je hem verbrandt, geef je hem weer terug. Maar dat is wel een zero-sum. Dat is anders dan wat we nu doen. Nou, er zijn allerlei routes. We kijken ook naar waterstof. Er is ook een studententeam wat hier in de hal bezig is, Aero Delft. Die als het ware, voordat wij eraan dachten, zeiden zij al van jongens, het moet anders. Wij gaan gewoon naar totaal andere brandstof. Wij kijken naar waterstof. Als je dat verbrandt, krijg je water in principe. Zou schoon moeten zijn. De duurzame luchtvaart gaat erom dat we het geheel moeten we duurzaam maken. Een voorbeeld waar we mee bezig zijn is een vliegtuig te laten vliegen als een vogel. Als je een vogel hebt, dan heb je vleugels die wat bewegen. Dat vliegtuig heeft starre vleugels. Dat werkt niet. Als je goed kijkt, als je een vogel naast een vliegtuig zet, dan zijn er kleine verschillen. En die één verschil zit heel erg in de staart. Als je naar de staart van een vogel kijkt, dan is dat een vlak plat. Die weliswaar kan bewegen op allerlei, maar in principe is het een horizontaal vlak. Als je dat doet bij een vliegtuig, dan heb je een T. Of een T, zeg maar. Of het nou zo ziet of zo. Dat betekent dat je meer oppervlakte hebt. En dat is meer weerstand. Dat hebben we nodig om het toestel te besturen, veilig. Maar een vogel doet het anders. En we hebben ons laten inspireren door een vogel, door een vleugel te maken die als het ware zenuwen heeft, kan voelen hoe de lucht er overheen gaat. En dan zelf bepaalt, dit is een betere stand, dit is een betere stand. We hopen op die manier, of dat kunnen we wel aantonen, dat we de staart dan kunnen veranderen. En dan kunnen we dus 15-20% brandstof besparen. Door hem 15-20% efficiënter te maken. En dan hoeven we niet eens te wachten op 2050, want dat kunnen we ook op de huidige toestellen al doen. Daar zie je dus dat technologie waar we mee bezig zijn voor 2050, eigenlijk kunnen we dat nu misschien al inzetten. This is the Delft laminar hump. What it is a very simple addition on a wing like this. Which we have found that if we use it, we can increase laminar flow. Laminar flow is flow that develops very smoothly, that follows the shape of the wing very nicely, but eventually will turn into turbulent flow. And we know now that with our discovery, we can delay this transition to turbulent flow, and that decreases the aerodynamic drag of the wing. This, of course, aerodynamic drag is what we need to overcome to move forward. So with less aerodynamic drag, we can consume less fuel, but also emit less emissions. So what you see here in the actual experiment was actually placed along our wing. This is a model of a swept wing, just what you find in normal airplanes. And then this hump was somewhere here going along. And that's where we did the experiment, where we found that it can delay transition. One of the main reasons that we do not have laminar flow in reality is that we have these panels on the wing. You can see them when you sit at the window. These panels have to be there, but they also disrupt the flow. So in fact, we were doing this experiment to understand how these panels disrupt the flow. And we found one case that was actually not disrupting the flow, it was delaying transition, it was making laminar flow. Of course, we thought it was a mistake, so we did it again and again. And eventually we realized that we actually found something that
that can be further developed, and this led to the hump. We are thinking of two options. The first option is, in fact, we integrate it in the design of new wings. That's, of course, you need to also design a new aircraft for it. But another option is actually a retrofit. So it's a very easy, simple, passive device that can go on wings. And there's a huge fleet of aircraft that can benefit from it. So we're also thinking about how can we make it work on existing aircraft. So we need to understand the science. At the same time, we need to talk to all the stakeholders, from the manufacturers, Airbus and so on, to airlines, KLM and so on. The biggest help is actually the networking. They allow us to access a huge range of different people with different experiences and different ideas, and that really helps us understand a world that's a bit outside ours, which is just the physics. So that's the biggest help, I think, that we get from the universities, to really expand the network to all the people that are necessary to be there. TU Delft is belangrijk, want TU Delft kan het niet in zijn eentje doen. KLM kan het niet in zijn eentje doen, Airbus kan het niet in zijn eentje doen, Nederland kan het niet in zijn eentje doen. Het is vooral zorgen dat we echt een zo groot mogelijke coalitie krijgen, zonder snelheid te verliezen. Dan is, vind ik, start-ups dus heel belangrijk. Voor mij zijn start-ups als het ware die al heel snel zeggen, jongens, deze technologie is al rijp genoeg om ergens toegepast. Misschien niet om die nul te halen, maar wel om stapjes te maken. Laat die start-ups vast beginnen. Als het niet in de luchtvaart is, maar op een andere plek, moeten we het ook niet erg vinden. Uiteindelijk gaat het om een duurzame maatschappij. Niet om duurzame luchtvaart, maar om het geheel duurzaam te maken. Ik hoop dat wij dus van anderen leren en dat anderen van ons leren, als we maar die nul bereiken. Op het moment dat je die bedrijven in de buurt hebt en de instellingen ook, dan kun je ook zeggen, jongens, we gaan vaart maken. En dat is nodig. Ja, in feite wil je de regie een beetje in handen houden door het bij je in de buurt te hebben. En ik denk dat Nederland als een rijk land, ik bedoel, we hebben enorm geprofiteerd van de wereld die we achter ons hebben. Maar ik denk ook dat dat betekent dat we dus nu moeten investeren als rijk land in de wereld weer beter maken voor de rest ook. Ja. Dat betekent ook dat we als Nederland dus zeggen, wij nemen deze lead. In dit geval heb ik het dan over luchtvaart. Wij nemen de lead met anderen, die de Coalition of the Willing. Jongens, wij gaan het doen.